Frederik Geraerts, de nieuwe toekomsthouder van Nederland. Had je dat verwacht voordat je heen ging? Nee, absoluut niet. Toen was ik meer een uit de hand gelopen grap. Maar ja, goed uitgepakt voor mij, toch? Het heeft heel goed uitgepakt, want een uit de hand gelopen grap. Een paar vrienden hadden jou gek gemaakt, neem ik aan. Ja, vrienden en familie. Eigenlijk al jaren. Ja, nu heb ik dan toch maar een keer toegestemd. Want al jaren, wij hebben natuurlijk ook een beetje onderzoek gedaan. We vinden weinig van je. Je staat 3 keer in de 170-club van de NDB, 2 keer in 2003. Dat is het enige wat wij kunnen vinden van jou. Waar moeten we jou van kunnen? Ja, misschien wel 20 jaar terug of zo, 25 jaar terug. Hebben we met Venlo ook de Super League gewonnen. Toen speelde ik ook nog NDB-toernooien. Stond ik volgens mij wel top 8, top 10 in Nederland. Dus ik ken op zich wel daar, maar dat is lang geleden. Het is zeker lang geleden, maar we hebben toch al vroeger dat je serieus kan darten. Waarom heb je eigenlijk nooit eerder echt die stap willen wagen? Ja, ik heb meer voor mijn gezin en familie gekozen en werk in plaats van darten. In plaats van darten? Maar jij bent ook een enorme dartsliefhebber, want het schijnt dat jij wel meer dan 300 setjes darts hier ergens in huis hebt liggen. Dat is een beetje overdreven, ik denk 200 misschien. Ja. En met alle pijlen wel wedstrijden mee gegooid. Wil jij de nieuwe Peter Rij dan van de Tour? Ga je elke keer wisselen? Nee, absoluut niet. Dat blijft nu bij één setje. Eén setje? Want jij hebt een transfer gemaakt. Jij gaat naar Bulls Duitsland toe. Kijk je uit naar die samenwerking? Zeker, zeker. Ik ben benieuwd. Krijg je ook een eigen setje pijlen, dus dat wordt een extra setje. Nou, ik ben benieuwd. Een doosje met een foto van jou erop. Zie je dat al voor je? Ja, eigenlijk wel. Ja. Voor de rest ga je naar het management toe van Gian van Veen. Geen groot management heb je voor gekozen. We hebben er meerdere in Nederland. Jij hebt bewust voor een wat kleiner management gekozen. Is dat bewust? Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat ze ook meer aandacht kunnen schenken dan aan een speler. Individueel ook. Omdat als je er 25 of 30 onder je hebt. Dus, ja. En verschillende mensen wat ik had gesproken, die adviseerden me ook dat management. Je hebt een management, maar dan gaat het volgende week gaat het echt beginnen. Dan gaan we naar Engeland toe voor de eerste Pro Tours. Heb je een doel gesteld voor dit jaar? Heb je een plan of ga je gewoon kijken wat er kan? Ja, natuurlijk het doel is naar die beste 64 te komen, maar ik denk in het begin moet je eerst even een beetje aftasten, kijken hoe alles gaat. En ja, zelfs dat heb ik heel veel zenuwen. Ik weet het niet. Ik heb het eigenlijk nog nooit gespeeld op zo'n hoog niveau, dus we gaan het zien. En je mag je opmaken voor je eerste major al vrij snel, want de UK Open gaat voor de deur staan. Dat is toch wel iets om naar uit te kijken. Ja, absoluut. Daar kijk ik ook echt naar uit. Dat lijkt me echt super, super gaaf. En met een beetje geluk misschien meteen op een tv-baan. Ja, dat hoeft niet per se van mij. Ik kan ook misschien een gunstige loting hebben, zo niet verkeerd. Over gunstige lotingen gesproken, we gaan terug naar Q-School. Je hebt niet de beste loting gehad in Final Stage. Je bent een keertje heel vroeg al Jimi Hendrix tegengekomen. En wat andere bekende namen, maar het vloog er bij jou allemaal in. Is dat omdat jij niet kwam voor een tourcard? Klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar misschien wat rustiger en wat nuchterder erin stond? Dat zou best kunnen, ja. Ja, ik verwacht het zelf ook niet, dus ja. Zoals ze zei, was eigenlijk een grap. Nou ja, we doen natuurlijk wel 100% ons best, ja. Dit is ervan gekomen, ja. Maar van de grap staat eigenlijk best een serieuze man nu voor me, die zich wel best serieus aan het voorbereiden is. Want je traint nu meerdere malen per week, eigenlijk van niks naar alles. Ben je niet bang voor wat overbelasting de komende weken? Nee, ik train niet echt uren. Hè. Ik denk een uur, anderhalf uur per dag. Maar ik zou wel moeten, want na die WQ's kon ik al niet meer dachten. Dus laat staan als ik nog niet ga oefenen. Dat gaat het denk ik niet worden dan. Gaat het niet worden? Heb je een doel dit jaar? Ja, het doel is natuurlijk top 64, maar zou je een euro toe willen halen? Heb je dat soort kleine doeletjes of een keer derde ronde proberen te halen? Of is het meteen eerst maar eens kijken of we een ronde gaan winnen? Je moet beginnen onderaan, dus eerst maar eens kijken, één ronde en dan gaan we verder bouwen. Patrick, dankjewel.